Patrick Joosten, welkom bij Sparta. Je bent deze winterstop overgekomen op huurbasis van SC Utrecht naar Sparta. Waarom de keuze voor Sparta in jouw geval? Keuze voor Sparta was gewoon omdat ik een goed gevoel had bij deze club. Goed gevoel had bij de trainer. En gewoon ja, ook de speelwijze me gewoon bevalt. Wanneer was het voor het eerst concreet dat Sparta jou wilde hebben? Eigenlijk voor mij was het pas... Ja, best laat concreet geworden. Eigenlijk hoorde ik gewoon eind december wel dat ze graag wouden dat ik naar hun kwam. Maar dat ik eerst van Utrecht moest horen of ik wel überhaupt mocht gaan. Dus op het moment dat ik mocht gaan, toen werd het echt concreet. Je hebt bij Utrecht wel een aantal wedstrijden gespeeld dit seizoen. Maar de keuze is natuurlijk niet van niks dat je verhuurd wordt aan Sparta. Waarom lukt het niet dit seizoen? Want je hebt bijvoorbeeld bij VVV wel gewoon een heel goed jaar gehad. Ja, ik denk dat het ook gewoon te maken heeft met concurrentie. Ik denk dat bij Utrecht gewoon heel veel goede spelers hebben. En ook het spelsysteem lag er ook niet altijd na. Dat we zeg maar vaak met vier middenvelders speelden op het middenveld. En dan eigenlijk maar één of twee spitsen. Maar niet echt één van die middenvelders die echt als een buitenspeler speelde. Dus... Het was voor mij ook gewoon wel moeilijk om daarmee te concurreren. Maar ook gewoon überhaupt gewoon heel veel spelers met kwaliteit. En trainer moet keuzes maken en uiteindelijk kiest hij niet voor mij. Ja, zo simpel. Je hoopt dan inderdaad speelminuten te gaan maken bij Sparta. Wat voor soort speler haalt Sparta met jou binnen? Ik denk gewoon een speler die moet hebben van een actie. Dreigende speler, die kan combineren. Die gewoon naar de goal wilt en gewoon beslissend wilt zijn. Ben je dan vooral meer op de buitenposities meer jouw ding? Of is dat, ja, want volgens mij ben je heel flexibel als voetballer. Jawel. Ja, ik denk dat ik op verschillende posities wel kan spelen. Alleen ik denk wel dat ik meeste waarde kan geven als ik op aanvallend opzicht een beetje aan de linker buitenkant kan spelen. Een beetje daar vrij kan zijn in mijn doen en laten. Sparta strijdt tegen degradatie, maar het gaat heel goed met deze club. Staan goed in het rechte rijtje en misschien wel dat er nog meer in zit. Wat hoop je met deze club nog te bereiken in deze tweede seizoen zelf? Ja, ik denk gewoon dat het belangrijk is dat die lijn die hun de eerste seizoen zelf hebben gehad, om die gewoon door te trekken en gewoon goede wedstrijden te spelen. En van daaruit ook natuurlijk goed resultaat te halen en dan gewoon natuurlijk in eerste instantie lijstbehoud. Maar gewoon, weet je, dat je gewoon het eind van het seizoen iedereen kan zien van hun hebben het eigenlijk gewoon prima gered en niet echt problemen ermee gehad. En gewoon goed voetbal laten zien. Dus ik denk dat dat gewoon het doel is. En wat zou je eventueel na het seizoen willen? Kijk, de tweede seizoen zou moeten nog beginnen uiteraard. Je moet nog die wedstrijd gaan spelen. Maar heb je zoiets van, nou, misschien dat ik wel hier wil blijven als het allemaal bevalt natuurlijk. Ja, precies. Nee, als het bevalt allemaal, dan is het... Is dat zeker een optie? Ja, ik ga sowieso eerst terug naar Utrecht. Het zal er even van afhangen ook natuurlijk of hun die optie gaan lichten. Maar als hun die optie gaan lichten, dan moet ik sowieso eerst terug. En dan moeten we gewoon gaan kijken wat het beste is. Of ik dan toch daar kan gaan spelen, minuten kan gaan maken. Of dat ik toch, ik weet niet, dat zien we dan pas. Je hebt uiteraard ook gesprekken gehad met de wat hogere mensen hier binnen Sparta. Onder andere met de trainer Henk Vreese natuurlijk. Wat heeft hij zo met jou besproken? Gewoon in eerste instantie hebben we gewoon een gesprek gehad. Daarin heeft hij gewoon aangegeven van hoe het hier aan toe gaat. Hoe hij graag wil spelen. Wat hij graag van mij wil. Hij wil eigenlijk gewoon dat ik mezelf ben. En gewoon de kwaliteiten die ik net opnoemde gewoon zoveel mogelijk hier kan laten zien. Je hebt net je eerste training gehad. Het was wel heel erg koud, hè? Ja, nou, vond je? Ik vond het wel meevallen of zeg maar. Ja, en die regen, dat is ook niet heel erg chill, hè? De regen was niet top, maar ach ja, ik bedoel, het is begin januari, dus ja, het is Nederland. Morgen lekker naar de zon op trainingskamp. Yes, ja. Yeah.